Ja, Kaylee. Hoi. Ik heb bij de Intertoast de confetti uitgepakt. We zijn heel benieuwd, hè, want we hadden die nog niet eerder. Ja. Nou, gaan jullie maar lekker even kijken hoe deze dan gaan. Deze er is. Oh, een hartje. Ja, een hartje, ja. Deze heeft nog meer mogelijkheden. Ik kreeg vandaag het persbericht toen ik net thuis kwam van de Intertoys en we ze al hadden zien liggen. We dachten eigenlijk dat ze nog niet te koop waren, maar ze waren er toch al. We gingen daar langs, want ze hadden afgelopen zaterdag een ruilmiddag. En die waren wij vergeten en we wilden wel graag nog een kleurplaat hebben. En ze hadden nog heel veel kleurplaten over. Wat heb je voor leuke hint? Zon. En lippen. Oeh. Sun cushions. Oh. Nou. De volgende laag. Nou, dit is een ster. Wacht even, dit is ook licht voor jou. Dit kan ook even aan de onderkant. Is die heel moeilijk open te maken? Ja, Kaylee is bijvoorbeeld best lastig, maar ik kan het alsnog proberen. Anders moeten we met een schaar proberen. Nee, want proberen kan je leren, mama. Dat klopt. Van proberen kan je leren. Van proberen kan je leren, helemaal gelijk. Ga je verder zelf? Wat is jouw hint? Dingen en... Oh! Pumping Iron! Oh, die hebben we ook op een video gezien, die hint. Wat is dat voor hint? Oh, Pumping Iron, oké. Okay. Met een gewicht en een spierbal. Zoals papa. Ja, misschien heb je wel een jongenspoppetje dan. Oh, wat is het dan? Oren spuiten. Echt? Ja, dus oren spuiten. Oh, dat is cool. Kaylee, je moet je plasticjes even aan de ene zijkant leggen en je hints aan de andere zijkant. Anders raak je ze straks door de war. Ook ben benieuwd welke dit is, want we hebben nog geen name. Ik heb deze. Oeh. En wat staat er bij jou? Staat er bij jou ook een vraagteken? Een tatoeering. Een tatoeering? Wow. Een tatoeering. Ja. Waar zien we een tatoeering? Dit is een tatoeering. Dat kan je niet zo goed zien met het filmpje. Wat moet er in? Zit hier om? Ik hier Baby. Oh, dat... en die kun je dus op je vinger plakken. Ja, oké, okay, en ik heb geen dat Kaylee. Kaylee. Welke kleurbol heb je? Kaylee heeft ook een donkerroze bol. Kaylee, misschien heb je ze een beetje te veel door elkaar gelegd en ben je hem daarom kwijtgeraakt. Als je de plasticjes aan één kant doet. Dan kan je daarna je tatoeering vinden, hoop ik. Nou, ik begin met het eerste laagje openen. Zie je? Geen tatoeering. Ja, maar dan moet je die helemaal openmaken. Je moet hem eerst openmaken. Dan pas kan je de tatoeering vinden. En jij hebt al het eerste zakje gevonden. Dit is een bril. Ik voel gewoon een bril. Ik voel een hele schattige bril. Oh, wat is er met hartjes? Hartjesglazen? Hey, Kaylee, kijk. Ik wil het niet helemaal open. Oh, moet ik het helemaal open? Ja, oké. Okay. Oh,
Anders moeten we zo eerst eventjes Aisten's bal helemaal openmaken en daarna Kaylee's bal. Want dan kan Aisten ook gewoon helpen. Is dat een plannetje? Oh, Kaylee, kijk, jij hebt voetbal. Geef die maar terug aan Kaylee. Dan gaan we eerst even Aisten's bal doen. Of eerst Kaylee's bal, één van de twee. Heb je je ring nu gevonden, Kaylee? Ja, Kaylee heeft haar ring. Oké. Okay. Maar die van mij, die was wel het eerst open. En ik heb al een zakje opengemaakt. Oh. Beker. Oké, en nu is Kaylee aan de beurt. Jij hebt een mooie beker en een zonnebril. Weet je hoe het werkt, Kaylee, of heb je hulp nodig? Moet je eerst de sticker eraf, mama. Maar ik ben al bij de volgende. Even wachten op je zusje. Ja. Want die had als eerste de klusje gedaan en de bal verdiend. Oeh, wat zit erin, Kaylee? Dat is natuurlijk ook de accessoire. Ja, ik heb een kleine drankje. Yes, het is een speentje. Een speentje? Ik heb een bril. Nou, ik ben benieuwd. Maak hem maar open. Super spannend. En dan kunnen we straks kijken welke poppetjes er allemaal weer in deze serie zitten. Zo. Zo kan het ook. Spannend. Wat zit erin? Het is een heel moeilijk zakje om open te maken. Wat is het? Een zwart steentje. Oeh, het is een heel klein zwart. Een heel klein speentje. Je bal is een lijn op een wijntje. Moeilijk een zakje open. En wat zit erin? Schattige schoentjes. Schattige schoentjes. En Kaylee, wat zit er in jouw schoen? Kaylee, haar beker komt. Oké, heb je hem al verder gedraaid? Oh, iets aan. Maar nog niet het lintje van de confetti tegengekomen? Nee. Ze lukt hem op kunnen poppen. Wel een confetti. Oeh, spannend, Kaylee. Wat zou het zijn? Een beker. Nee, een pak. Wat is dat? Oh, een ding hadden we. Ik had ook een gouden. Een gouden? Laat eens kijken dan. Wat is het voor moois? Een goud shirt heb ik. En een zwart broekje. Oké, okay, maar en je hebt een zwarte onderbroek. Een zwarte onderbroek en een zwarte speenhartje. Nou, leg het plasticje aan de kant. Dan kan het niet door je spullen heen door de war raken. Dat weet ik niet. Nee, die zit hier ook niet. Nee. Ik ga het zoeken. Ga eerst je balletje maar even openmaken. Dit is mijn pak. Of outfit. Ik heb mijn outfit is schattig. Wat is het? Oeh, ik zie hier een roze zwempakje met een groene rits. Oké, maar. Ik ga alvast het linkje zoeken. Hier zit geen lintje in. En hier zit niks in. Huh? Dan heb je die misschien al gehad. Ik zie het lintje. Even verder draaien. Ik zie het lintje. Deze heb ik al gehad, maar Oké, even wachten. Even slim. We gaan eerst kijken waar Kaylee nu is. Voordat je aan het lintje trekt. Kijk eens, Kaylee heeft toch nog een zakje gevonden. Oh,
wat zou het zijn? Je hebt al de outfit en je hebt een klein speentje als accessoire. En goud en een zwarte beker. Oeh. En volgens mij mis jij nog één accessoire, want Aisin heeft al 4 dingetjes en jij hebt er 3. Kelly mist de schoentjes. Oh, dus dat zit nog ergens in. Ah, hier zit het linkje en een dingetje. Oh, kijk eens, daar zit het. Linkje er goed uit. Oké, nou klik hem dicht. Even wachten en kijken wat er in jouw zakje zit. Spannend. Ik heb, want er zijn sommige confetti is roze en goud of zo. Maar we hebben alle 2 donkerroze. Zijn deze ballen niet al 5 roze? Of hebben jullie in de filmpjes ook wel eens andere kleurballen gezien? Ja, ook geel. Ook geel. En goud. En goud. Voor de speciale. Maar nu hebben we alle 2 een roze confettibal. En lichtroze, dat is er ook. Oh. Ja, even een zakje open maken. Ja, oh, gouden schoentjes. Gouden schoentjes? Ja, Kelly heeft gouden schoentjes. Heb jij gouden schoentjes, Kelly? Oeh, wat schattig. Ah, ja, ik zie de gouden schoentjes. Leuk. Mag ik nu op poppen? Even kijken. Kelly, zit je er klaar voor dat Aisin gaat poppen? Ja. 3, 2, 1. Wow. Hij sprong alle kanten op. En welke kleur is de confetti? Ja, roze en lichtroze. Roze en lichtroze. Oké, Kelly mag gaan poppen. Kelly gaat poppen. 1, 2. Het is 2. Omhoog wijzen, anders dan schiet je hem naar Aisin toe. Het is een. Trekken. Huh? Trekken. Wow, geel. Confetti. Kelly heeft geel en blauw. Zo. Wow. Ja, ik zit helemaal eronder. Oh, vind je dat heel vervelend? Nee. Oh, gelukkig. Het was wel een beetje grappig. Leek wel of je een feestje vierde. De bergafval. Joepie, de wit. Hoppie, poppetje. Ik ga het met poppetje aan. Poppetje. Ja, maar ik ga eerst. Is alleen het poppetje er dan? Ja, die heb je niet. En een papiertje waar alle soorten op staan, hè? Anders weet je niet hoe je poppetje heet. Ah, hier. Okay, die is er ook uit gepopt. Ik denk dat ik al weet welk poppetje ik heb. Dit zijn dus de grote zussen, de confetti zussen. En dan heb je de pets, dat zijn de huisdieren. En dan heb je de little sisters. Ik kan mijn pakje aan niet vinden. Oké, okay, nou maak eerst je zakje open, dan is het makkelijker om te zoeken. Okay. Ik heb hem al gevonden. Echt welke is het jij? Heb jij haar? En hoe heet die? Die heet Choker. Ik wil bruin poppetje. Ik zie roze haar, Kelly. Ah, dit poppetje. Ik heb hem in een split. Ja, dit poppetje. En hoe heet jouw poppetje, Aisin? Die van mij heet Riptide. Riptide, wauw. Nou, stoer. Dus nu gaan we ze lekker in elkaar zetten. Zeg ja, jullie... en drinken geven. En drinken geven. Zeggen jullie even dag? Ja. Doeg, veel plezier met jullie eigen LOL Surprise. Doei.